Welkom bij deze vlog. Mijn naam is Rudy en ik werk nu voor 3 jaar bij Friesland Campina in Maasdam. Mijn vooropleiding is eigenlijk procesoperator, maar dit lijkt mij een leukere baan. Dus ben ik een opleiding gestart tot storings- en onderhoudsmonteur. Tijdens mijn traineeship ben ik hier begonnen in Maasdam. Wij maken hier yoghurt, vla, pap, melk en sinds kort ook warm. Ik werk hier in ploegendiensten in 12 wekelijks rooster. Hierbij werk ik ochtenden, middagen, nachten, maar ook in dagdiensten. Tijdens de dagdiensten doen wij voornamelijk onderhoud aan de verschillende machines. In de andere diensten, de storingsdiensten, lossen wij de storingen op waar de machines op dat moment op stilstaan. Wanneer ik gebeld ben voor een storing, kan ik bij de ploegchef de storingsbon ophalen en naar de machine gaan waar de storing zich bevindt. Hier maak ik een praatje met de operator om erachter te komen wat hij of zij precies gezien heeft. En met deze informatie begin ik dan aan een analyse naar de oorzaak van het probleem. Tijdens het zoeken naar de oorzaak moet je altijd heel veel dingen in de gaten houden. Als je bijvoorbeeld een melding krijgt dat de dop te laag in het vak zit, hoeft dit niet te komen omdat de dop niet goed geplaatst is. Dit kan ook komen omdat de bodem niet goed gebouwd is. Als de bodem niet goed gebouwd is, staat het vak wat hoger in de ketting en komt de dop niet goed aan. Zo moet je dus altijd blijven opletten dat het ook ergens eerder al fout is. Als de storing is verholpen, meld ik dit bij de operator, zodat hij verder kan met produceren. Soms is er even geen storing in de storingsdienst. En dan kun je met je collega's een bakje doen. Zo krijgen wij gemiddeld 3, 4, 5 storingen op een dag. Ook zijn er heel veel machines in deze fabriek. Van de poort, de melkontvangst, de processing, de vul- en verpakafdelingen, maar ook de utilities. Overal waar iets misgaat, worden wij ingezet. Het is dan ook een goede mix tussen mechanische, elektrische, pneumatische en besturingstechnische storingen waar je hiermee te maken krijgt. Ik heb het hier naar mijn zin. Veel afwisseling, veel verschillende machines waar je bij komt. Ook een leuke groep collega's die altijd voor je klaarstaan en een prettige werksfeer. Dit was een dag in mijn leven. Ik hoop dat jullie een goede indruk hebben gekregen en ik wens jullie veel succes voor de toekomst.